jullie allemaal. Van harte welkom bij mijn nieuwe video. Ik ben Joyce Trezor, welkom op mijn kanaal. En vandaag gaan we weer verder met het 100 dagen project. Vandaag ga ik een mini tessel maken. Een mini flosje, zeg maar. Een kwastje. Ik heb ze wel eens vaker gemaakt. Maar dan een stuk groter. En Ingrid Dieriks die tipte mij een hele grappige manier om een kleintje te maken. En ik heb nog wat van het borduurgaren over, dus daar wil ik hem graag mee gaan maken. En wat ik nodig heb, ligt hier al voor me. Ik heb een schaar nodig en heel apart, maar een oplader stekker ding. En als allereerste ga ik een stukje garen, of nee, twee stukjes denk ik. Ja, twee stukjes garen ga ik eventjes knippen en apart leggen. Dat moet ik zeker overhouden. En de rest ga ik kijken hoe ver ik kom, maar ga ik hier omheen wikkelen. Ondertussen is mijn zoontje onder de douche en die houdt heel erg van zingen onder de douche. Dus als jullie iets horen, nachtegaaltje, dan weten jullie wat het is. Ik draai dus eigenlijk heel lichtjes het garen om die twee pinnetjes van, van de oplader. En het is een beetje gokken hoeveel keer. Misschien kan ik er zelfs wel twee maken, want dit wordt al best wel een beetje dik. En het wordt natuurlijk maar een kleine kwast. Ik knip hem af. Dan hebben we één stukje nodig. Die we hier... Hoop ik dat het lukt. En anders ga ik even een naald pakken, denk ik. Hij gaat er helemaal voor hoor. Ik weet niet of jullie het horen, maar het is echt heel schattig. Ik ben inmiddels, ondertussen bedoel ik, aan het priegelen om dat draadje er doorheen te krijgen. En ik denk dat ik hem dan maar gewoon af ga schuiven, want het lukt me niet echt. Zo, die knoop ik er aan vast, want daaraan ga ik strakjes, kan je hem ophangen. En hier knip je hem dan door het midden. Dus trek ik er aan en dan knip ik het door. En dat tweede stukje, dat is om vast te maken. Dus dat het al die stukjes draad bij elkaar zitten. Ik weet niet wat voor liedjes het zijn. Leg ik een klein knoopje in. Zo, en die knip ik dan gelijk af met de rest. Zo, een beetje bijknippen. En dan hebben we een schattige mini kwast. Super simpel, dus hier mooi omheen draaien. Nou, voordat je het weet heb je dus een heel dik, een dik klosje. En dan met twee stukjes garen maak je hem dus af. Dan heb je een mooie tessel. Ik hoop dat jullie het ook een leuk idee vonden. Ik vond het een heel leuk ideetje van... Oh, ik zie dat ik hier nou eentje gemist heb of niet. Maakt niet uit. Kijk straks wel even naar. Dat jullie het ook een leuk idee vonden. Heel erg bedankt Ivo of Ingrid voor het meedenken. En tot morgen. Doei doei!